Alhoewel hij nog als baanspuiter voor je 200 gulden in de maand op de loonlijst staat bij Rob Slotermaker Slipschool, is Johannes Antonius Lammers toch al de snelste teenager van Europa. In zijn Simca Rally 2 rast hij als een kleine duivel over het circuit van Zandvoort. Zijn twee eerste tourwagenraces eindigden in triomfen, al werd de laatste winst, die van de Pinksterdagen, hem ontnomen. Jantje Lammers zou met een open kartontluchting hebben gereden, wat zijn karretje 1,5 pk meer vermogen zou hebben gegeven dan de rest van het veld. Een omstreden beslissing van niet te vermeuren wedstrijdcommissarissen, die evenwel niet kon verhinderen dat de lilliputter van het circuit tot het idool van Zandvoort uitgroeide. Jantje Lammers, ook al jaren het jochie van de gevaarlijke oversteek in iedere wereld op wielentest, groeit verlegen op in het harde milieu van de niets ontziende coureurs. Op weg naar de internationale top, dat is de rotsvaste overtuiging van zijn leermeester Rob Slotermaker. In het begin keek ik dus altijd onder het stuur door, dus door die ring heen. En ik heb ook een tijd gehad dat ik er precies tegenaan keek. Dat was wel een probleem. En nu kijk ik dus net overheen. Hoe lang ben je nu? 1,61 meter precies te zijn. Maar het moet voor mooi nog iets langer worden, of niet? Nou, dat is niet nodig hoor. Nee? Voor een coureur is het dus hoe lichter hoe beter. Hoe is het allemaal begonnen? Nou, ik was 9 jaar en toen ben ik je dus gaan vragen of ik hier mocht helpen. Auto's was en zo. Nou, en toen zegt erop tegen mij, nou ga maar vragen. En die jongens, er waren een paar jongens aan het auto's was of je mag helpen. Nou, dat ging ik vragen. Toen mocht ik dus helpen. En hij dacht, nou ja, zo'n kleutertje, niet volgende week weer weg. Maar nee, hij bleef. En ja, toen had hij dus iemand nodig voor de demonstraties en zo. Er kwam er net een instructiefilm. Die moest over 44 landen. En toen had hij een jongetje nodig, een klein jongetje nodig, om te demonstreren. En Tony Zwanenburg, die was toen al te groot. Die deed dat voor mijn tijd. En, maar toen was ik nog zo klein en zo slap natuurlijk. En toen nog kleiner. En toen was ik nog te slap om het knopje van de handrem in te trekken. Dus toen is er op de grond achter de stoel, ik dus gewoon sturen. En toen ging hij dus, had hij de handrem aangetrokken. Dus lag hij op de grond achter de stoel. Dat zag je dus op de film niet. En ik stapte triomfantelijk uit en maakte een buiging. Maar ik kon het knopje nog ineens indrukken. Het is inmiddels allemaal wat meer menens geworden. Je hebt dispensatie gekregen. Je bent nog geen 18, je bent net een paar dagen 17 jaar. Je mag al wel uitkomen in Nederlandse races. Je hebt er de eerste gewonnen. De tweede won je ook, maar je werd gedisqualificeerd. Het was tijdens de Pinksterrace. Wat vind je van die disqualificatie? Ja, nog aan de ene kant een beetje kinderachtig. En aan de andere kant, het is maar net hoe je het bekijkt. Maar om te zeggen dus dat wij een slang vast hebben gezet, dat is juist het punt dat wij tegenvechten. Dat is juist niet gebeurd. Dat is gebeurd, die slang, althans die is dan niet vastgezet volgens jou, 100 meter voor de finish. En dat is gebeurd door de vader van je meisje. Ja. Wat vinden jouw ouders ervan dat je race? Wat vindt je meisje ervan dat je race? Nou, die vinden het allebei, die zijn vreselijk enthousiast, die komen ook elke race kijken. Toch is natuurlijk het autocoureur zijn, betekent oog in oog staan met de dood. We kunnen dat is net aan hoe je het bekijkt natuurlijk. Je hebt het stuur in eigen handen natuurlijk. Ja, er kan natuurlijk altijd wat afbreken, maar goed, als je in de bus zit, dan kan die ook een wiel verliezen en zo. Is het misschien toch op dit moment, omdat jij nog maar 17 jaar bent, jouw voordeel dat je net iets meer durft te geven, omdat je het grote gevaar misschien niet zo ziet? Ja, misschien wel, misschien ook wel niet. Dat weet ik dus niet. Het is moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Waarschijnlijk wel, omdat ik natuurlijk veel jonger dan die anderen ben. Je bent de jongste coureur van Europa en wanneer we nou naar die beelden kijken van de Pinkster Races en je ziet die simkaartjes zo, de deurknoppen bijna tegen elkaar. Je hebt geloof ik nog de koplamp van iemand eraf gereden bij de beslissende sprong die je moest maken. Of de achterlamp werd er bij mij afgereden, kan ook. Oké, dat kan wel. Maar dan is op zijn minst de vraag gewettigd of jij misschien te veel risico neemt of te roekeloos bent. Nou, dat dacht ik dus zelf niet. Maar dat heb je dus, dat is met die Escort Mexico races ook. Daar gebeurt het nog veel erger. Dat is dus constant deurknoppenwerk. En daar wordt alles eraf gereden. Dan gaan ze ook met z'n drieën door elkaar, door de bocht en zo. Rob Slotermaker is jouw mentor, jouw grote leermeester. Ja. Vertel eens iets over hem. Hoe pakt hij jou aan? Nou, als het nodig is, pakt hij me hard aan. En anders pakt hij me dus gewoon aan. En, geef daar eens voorbeelden van het harde aanpakken. Ja, als ik een keertje eigenwijs ben of zo, dat ik niet doe wat hij zegt, dan krijg ik natuurlijk flink op mijn sodemieter en dan vertelt hij wat wel moet. Hij houdt jou bewust ook klein, want ik geloof dat je ook zo'n brood moet smeren in hagelslag en dat soort toestanden. Jazeker. En dat zal ik het eerste jaar wel doen ook.
Rob Slotemaker heeft eerder, jaren wat geleden, heeft hij een andere leerling gehad waar de internationale wereld toch al enig ontzag voor had. Het was Wim Loos, die overleed toen hij 20 jaar was op Francorchamps. Ik vraag me af of een jongen van 17 jaar als Jantje Lammers daar wel eens aan denkt, het gevaar dat hem in iedere race bedreigt. Ja, het is natuurlijk zo. Als je daaraan gaat denken, dan kan je dus wel ophouden. Want zo gauw je angst hebt, dan kan je het dus wel vergeten. Dat is dus, als je dat hebt, dan hoef je er niet eens aan te beginnen. Want angst, dat is dus alles wat je niet moet hebben. Heb je Wim Loos gekend en heb je aan Rob Slotemaker gevraagd hoe het allemaal gekomen is? Nou, ik heb dus wel het hele verhaal gehoord. Ik ben er dus niet bij geweest bij die race. En ik kon Wim ook nauwelijks, omdat hij was dus instructeur. Maar die had dus ook vaak vrij in verband met races. En toen was ik dus nog helemaal zo'n klein binkie, dus ik bemoeide me nergens mee. Ik wist wel wie die was en zo, maar echt gezien heb ik hem dus, echt gekend heb ik hem niet. Ik heb hem misschien een paar jaar gekend, maar persoonlijk heb ik hem niet gekend. Rob Slotemaker, je hebt Jantje Lammers jaren geleden al onder je hoede genomen. Je bent een soort tweede vader voor hem geworden, mogen we zeggen. Hij brengt dag en nacht door in jouw slipschool. De verantwoordelijkheid die je daarmee op je hebt genomen, deze jongen op te leiden voor die autoracerij, die is enorm groot. Wat vind je daarvan? Ja, het is een enorme verantwoordelijkheid. Maar we gaan het heel rustig aan doen. Dat we zeggen, dit jaar rijdt hij uitsluitend met de Simca, met een rolbaar erin. Speciaal kapseltje met full harness. En daarmee kun je rustig over de kop gaan, er gebeurt echt niks. Je kan met topsnelheid over de kop gaan. Je rolt met de auto mee en er kan niks gebeuren. De auto kan niet indeuken en je hebt bovendien een helm op. Alleen als de auto tegen een boom zou komen of tegen een huis, dan krijgt de bestuurder natuurlijk letsel, maar op het hele circuit zijn geen bomen, geen huizen. Dus we voorkomen ze even een dichte auto. En het jaar hierna, dan gaat hij ook weer dichtrijden in een dichte auto, wel groep 2, dus sneller. Maar het blijft een dichte auto met een valbeugel en een helm, dit vanwege de veiligheid. En pas daarna, dan gaan we waarschijnlijk voor het eerst beginnen met formulewerk. He, dus het echte snelle werk. Maar eerst met dichte wagens. Even een terzijde, Rob. 3,5 maand geleden brandde je slipschool voor een deel af. Hoe is het met je? Goed. 2,5 maand in het ziekenhuis gelegen. Ik ben er dus 4 weken geleden uitgekomen. En in het begin kon ik nog helemaal niks doen. Maar elke dag gaat het beter. Is jouw relatie tot Jantje Lammers, die je enorm veel publiciteit bezorgt, meer dan alleen een commerciële? Ja, uiteraard. Ik ken hem al van zijn 9e jaar. Dus dat is nu net 8 jaar geleden. En het is voor de slipschool natuurlijk reuze leuke publiciteit, maar persoonlijk vind ik het leuk dat als hij het goed doet. Met Neerpas, de manager van de BMW-fabrieken, heb ik vorig jaar een gesprek gehad en ik vertelde hem het een en ander over Jantje. En ik vertelde hem ook dat hij de eerste race zou winnen. Wat Neerpas zei, nou, als dat inderdaad zo is en hij blijft het jaar goed rijden, dan voel ik er veel voor om hem in mijn team te zetten volgend jaar. En zie je dat hij het nog beter gaan doen, dat hij de internationale top kan gaan? Ja, dat weet ik zeker, dat hij bij de absolute top komt. Ik denk met een jaar of 5, dan is hij er wel. Wereldkampioen of heel dichterbij.